Goedenavond, goedenavond. Het is vandaag dinsdag 9 uur, 12 uur. Ik ben Makeda, ja. Vandaag gaan we het hebben over bevoting. Aan mij is de vraag gesteld van Makeda, wat is er eigenlijk geweest voordat de universum, de melkweg, voordat er mensen zijn geschapen? Hoe was God eigenlijk, de schepper? Nou, toen ben ik maar gaan opzoeken en gaan lezen in het boek van Daniël. Het verboden boek van Daniël, waarin in de Bijbel staat geschreven dat dat boek pas in de latere dagen, in de laatste der dagen, uitgegeven mocht worden. Ik heb dat boek eerder genoemd en dat boek heet dan The Sealed Portion. Dus sealed betekent dat het nooit open was. Dus de gesloten portie van de laatste testament van Jezus Christus. En ik weet, heel veel mensen houden niet van die naam Jezus Christus. Die naam Jezus Christus is ook een naam inderdaad verzonnen, gegeven door mensen die helemaal niks hadden met de Bijbel. Maar vanwege spraak, ik wil ook wel dat aan jou zeggen, want zo kennen wij hem. Wij mensen met een Surinaamse achtergrond. Vanuit onze religie is dat de naam die onze voorouderen aan ons hebben overgeleverd. In dat boek, dat in de Bijbel genoemd is, de Mimrebuku, van de voorouder die geschreven is door de voorouders van Twaalfulo, staat opgenomen dat er een boek was dat nog niet prijsgegeven, of de inhoud daarvan, maar mocht nog niet prijsgegeven worden op het moment dat het geschreven werd, maar pas nu. En in dat boek heb ik vragen gehaald. Daarnaast heb ik ook nog vragen gehaald uit het boek van creatie, het boek van Melchizedek, de creatie van het universum. De creatie van het universum zegt van, wat was er voor die tijd? Dus voordat er sterren schenen, voordat er engelenkoren er zongen, hè, want engelen zingen altijd een loflied. Voordat er een aarde, een zon, een maan. Voordat het firmament er was. Voordat er een hemel er was. Of voordat het firmament er was, was er een plek in de hemel. De Bijbel noemt het ook het plek in het noorden. Dat was de eeuwige verblijfplaats van de Most High, onze Most High. De enige echte schepper God. De Most High, zoals ik hem ga noemen, de Vader. Dat is ook een naam die we aan hem geven. We noemen hem ook Apapa. We noemen hem Atata. We noemen hem Grangadu. Awande Giblo. Hij had een droom, een visie. Hij leefde in de oneindigheid, in het eeuwige. Dus in zijn visie wilde hij gaan creëren. Hij wilde gaan creëren iets wat hem liefde gaf en wat hij liefde terug kon geven. En zijn visie en zijn droom, de blauwdruk had hij natuurlijk al in zichzelf. Want er is niks wat niet in hem is en er is niks wat buiten hem is. De Most High is zijn visie en zijn droom dus gaan uitvoeren. Hij is het gaan scheppen. Maar ja, als mens kunnen wij natuurlijk ons helemaal niet voorstellen hoe het eigenlijk was. Want er was niks wat wij eigenlijk voor normaal zien. En wat we eigenlijk, ja, eigenlijk heel normaal vinden. Ik kan me niet voorstellen dat er geen lucht is of dat er geen water is. Ik kan me niet eens voorstellen dat er geen lucht is die ik inadem en die ik in principe niet zie. Ik zie het alleen als het koud is en als het sneeuwt. Dan zie ik het als een soort van rookwalm. Maar in principe une manche un bleu. Dus ik kan me daar niet voorstellen in wat voor staat de Most High Anana eigenlijk er was. En zijn droom is eigenlijk datgene wat wij kunnen zien, maar ook datgene wat wij dus niet kunnen zien. De hele schepping, de wezens, alles wat geschapen is. In het boek van Melchizedek staat geschreven dat Anana, hij schiep alles met grote affectie. Affectie is liefde. Dus hij maakte alles met zijn eigen, om het maar zo te zeggen, met zijn eigen handen. Hij had van alles al een beeld hoe het eruit moest zien.
Dus je moet je voorstellen, onze ogen, onze oren, ons menselijk lijf is zo apart. Maar Anana had al een beeld. Nog voordat het geschapen was, wist hij al hoe het geschapen moest worden en hoe het eruit zou zien. Maar ook wat zijn werking zou zijn. Onze hart heeft een werking, onze neus heeft een werking, ons hele lichaam heeft heel veel stelsels die binnen ons ene lichaam werkzaam zijn. Dat allemaal wist hij al van tevoren. En het boek zegt dat hij alles met grote liefde heeft geschapen. Van de grootste wezens, zonnen, manen, planeten, tot en met de kleinste virussen, bacteriën en mieren of dingen die nog zo klein zijn en waarschijnlijk nog zo klein zijn dat we ze waarschijnlijk nog niet eens hebben ontdekt. Terwijl we al in het tijdperk zijn van de nanotechnologie en de meest kleinste delen. Dus met grote liefde heeft de Most High en Anana heeft hij alles geschapen. Het eerste wat hij schiep, zijn eerste geschapene, wat hij met heel veel aandacht en met heel veel liefde heeft geschapen, was een wezen. Wij kennen die wezen als Lucifer. Lucifer werd geschapen met heel veel met heel veel grandeur. Met heel veel. Hij zag er echt ontzettend mooi uit. Het was een mooi wezen. De wereld schiep, de Most High schiep een wereld waarin hij Lucifer dus in liet wonen. In die wereld was er een berg, schiep hij een berg. En die berg, dat noemde hij zijn troon. Dat was de troon van Lucifer. Daar zat Lucifer op. En daar woonde hij. Lucifer werd aangesteld om de wereld van de Most High als eerste wezen, om daar een soort van leider van te worden. De plek waar Lucifer woonde was een heel mooi plek. Mensen zeggen, hebben heel vaak gelezen dat het een plek was bezaaid met edelstenen, met goud, met diamanten. Dingen die wij hier op aarde als waardevol beschouwen. In die wereld waren dat gewoon, zijn dat gewoon dingen waar, die er zoveel zijn, dat het eigenlijk een plek is dat wanneer mensen daar komen en dat zien, ze zullen afvragen van wauw. Een plek die is mooi, man. Een plek die is mooi. En dat is dan eigenlijk het verblijfplaats van Lucifer. Toen in den beginnen. Er zou daarin, op die plek zou er ook een rivier zijn. Die rivier wordt dan genoemd de rivier van kristalhelder water. De rivier van het leven. De berg waarop Lucifer zijn troon had. Het kreeg de naam van Yahweh. Ze noemden het ook wel in het boek van Melchizedek. Noemden ze het volgens mij Yahweh. De berg. De berg zou dan een representatie zijn van eigenlijk de hele schepping. En de rivier, die rivier, daarin zou eigenlijk de hele schepping uitvloeien en eigenlijk tot wasdom komen. De Most High noemde deze plek het paradijs. In de boeken staat geschreven dat het aan de zuidelijke kant van het verblijfplaats van de Most High zelf was. En dat het twee oevers had, vol edelstenen. Dat heeft de Most High dus in principe geschapen voor Lucifer. Maar daarnaast waren er ook heel veel herenhuizen en villa's. Allemaal bekleed met kostbare edelstenen. Dus deze villa's en andere huizen, die waren bestemd voor engelen die na Lucifer geschapen of gecreëerd zouden worden. En deze engelen,
die waren de verzorgers of de ministers van het paradijs. Zij moesten elkaar onderwijzen en zij moesten ervoor zorgen dat, dat het paradijs eigenlijk dat alles in orde was en dat alles groeide. Het paradijs had de naam van Eden. In de Bijbel weten wij dat Eden inderdaad het paradijs is. Maar wat wij niet wisten, is dat, wat ik althans niet wist, is dat er ook een Eden in de hemel was. Maar in principe zou je dat wel moeten weten, want het staat geschreven. Want alle van daar look toe, daar grond toe. Microcosmos, macrocosmos. En dat de aarde eigenlijk een weerspiegeling is van wat er in de hemel is. Dus wat in de hemel te zien is, is eigenlijk wat op de, of wat op de aarde te zien is, is eigenlijk wat op de, in de hemel eigenlijk al aanwezig is. De Most High gaf het ook aan dat hij zijn geest voortzet in rationeel denkende wezens. Een engel is dus een rationeel denkende wezen. Een wezen wat kan redeneren, een wezen wat kan zien, wat kan voelen en wat gewoon terug kan praten. Lucifer, het eerste wezen, werd eigenlijk geschapen met een taak. In eerste instantie was Lucifer. Hij hield heel veel van de vader van Anana. Hij was zijn eerstgeborene. Hij is geschapen met heel veel liefde. Er was een tijd dat Lucifer werkte voor Anana. Hij had een belangrijke taak en hij hield van zijn taak. En hij kweet zich met heel veel liefde van, aan zijn taak. En als eerstgeborene van alle engelen moest hij dus wijsheid, onderwijs brengen naar de engelen die na hem zijn geschapen. Hij was perfect. Hij was mooi. Hij was licht. Hij wordt niet voor niks de lightbearer genoemd. De brenger van licht. En als je heilige boeken leest, dan weet je dat licht eigenlijk betekent kennis. Wijsheid, kennis. Dus Lucifer, avanfaunu ekar, die dibri abe lopgado wan pistem, bifol libisma bende, abe uroko, na in hemel kondre sa abendu. Maar die dan de usabitak, takru nanga konide, en dat Lucifer abrasa atakru. Ananakar Lucifer, een prins. Hij was een prins der engelen. Al abin singi alamamante lek van wan kakafuru e sing alamante te asongi opo. Aso Lucifer ben sing alamante ngi anana, preisi anana. Tapa bergi pe anana ben poten fulibi. Anana kar abergi pe Lucifer ben libi. Anana kar en sayon. Te je lees a memre buku da je jere a nendisi vaak. Sayon. De Sion ben de in hemel kondra eerste verblijfplaats voor Lucifer. Lucifer die bidde zo'n mooi engel. Zet met Lucifer las in glans. Samsa, dat ananas kop Lucifer moet uit hemel kondra tide na de. Dat Lucifer na de moro in hemel. En dat tide na de uno eka Lucifer takru. Want die akona grond tapu, anan ben mag libi moro in hemel. En neen kinkie voor Lucifer kontron Satan. Is te wetak abra Lucifer dat wetak abra apiste sa abe libi ete na in hemel kondre. Toen abe de wa mooi engel en toen abe lobby apaf fu hemel, a hemel papa. Want die ap, die gado geen blow, die Lucifer ope ai, die ashi gado, a bonken schrift ap grong. En abigi ambigi gado. Want die anana blow ineng, ope nanga a blow. Die Lucifer ope ai. Dat hij gaat naar toe, dat hij abba gevoel lekker van een schriebi. Die anana ope ai, als je anana, die Lucifer ope ai, als je anana. Dat is zo prijsje noem, abba man prijsje, gado. Dat is zo prijsje noem. Dus abuko dis is zo, uno dat hemel, apwa rivier, dan een kristalhelder water. Abuko dis is zo, uno dat, oso deen hemel.
En dat anana in hemel gi ala fan fa unu ai eshi en fa unu ai no eshi dat na eng egi den libi na enge kaar den kon tot aanschijn enge kaar den mek de manifesteer dat hemel op boulevards op stranden is ala fan sa unu eshi in grond tapu de in hemel en dat nou een mooi sani voor sabi dat gado mek zo voor koninkrijken en zo voor villas en zo voor osso dat de osso mooi zo gevaarlijk dat uno tap grond tapu ja una noa idee na in hemel konde anana mek in wa ye de wakaja tap grond tapu na in hemel konde ala ye ye sa e wakata grond tapu meki en to dede efu libi boom de fila nanga de oso nanga den koninkrijk tata jou wandi de kar Jezus ategi unu in a memory buku dat hemel kondre fumi palai oso om een mansions te drape en abuku fumi al kiasa de ketaka self de dus te wo go baka na oso de wandi wang gwa hemel baka en de wang gwa hemel na in mooi bigi oso wogo libi en was je voor ons aan zou herkennen, maar duizenden miljoenen keren mooier. Dit is na eerste deel voor de creatie van het universum van uit het boek van Melchizedek. Dat mijn actie, dat mijn mooi sweet boek komt bakken, zodat het deel 2 om kan bereiden dat voor. Halleluja! 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 We zijn gekomen bij deel 2 van de schepping van Ina Biging, de schepping van Lucifer. De schepper, Anana, de eeuwige, hij onderwees zijn eerstgeborene Lucifer in de principes van het bestaan, bij het besturen van het in de principes van het bestaan. Bij het besturen van het universeel koninkrijk. Hiermee bedoel ik dat Anana, omdat Lucifer ben de eerstgeborene, waar wezen die in zelf creëert, alleer Lucifer om in principes voor faai bestuur een hemelkondre, een hemelkoninkrijk. Anana leert Lucifer fysieke, dus wetten voor Sching, en morele wetten. Altijd Anana ging Lucifer aan dat deze wetten altijd de eeuwig gerespecteerd dienen te worden als je in het goddelijk bestuurd zit. De morele wetten die aangegeven zijn aan Lucifer werden verdeeld in 2 principes. Het eerste principe was en het geldt nog steeds ook voor mensen. Love the creator above all things. Hou van Anana, onze schepper, met alles wat je in je hebt en boven alles. Zelf meer van je moeder en je vader. Ik moest lopen. Moro in Egypte. Moro alla moni zei abi. Ik moest lopen. Anana, die mek alla van die de. En a tweede principiële wet, morele wet, dat Anana, die alle wezens in grond tapu, ook to awandi a mek fossi, na behandel i brada i sa je naaste, nang alle spiki. Dat van eerlijk spreken je schreef. Dat na het tweede morele wet ze Anana ging Lucifer. Anana ging vertellen om een geheim voor wat ik moest maken. Het universum. Lucifer ben sap voeren. Maar ik te wan pa op een bedrijf. En dat hij tek een boy of een oma ching. En dat hij leren van wat je moest doen, zo wat je moest doen. Zaken. Van de wetten. Voor zit wat organisatie komt. Zo Anana leert Lucifer boem voeren. Anana zorgt Lucifer dat alle rationele wezens. En onolibis maar zijn rationele wezens. Van we kunnen redeneren, we kunnen denken, we kunnen scheppen. Anana leert Lucifer dat. Alle denkende en redenerende wezens gezien moeten worden als een soort van envelop, een medium. Waardoor Anana
Kalibi inschreef je als een soort van licht. Het Ananakashi te aanwezen is Shi en te aanwezen is Firi, door aanwezen heen. Wij kennen dat echt als het ware, doordat wij een Winti-religie hebben. Dat iets zich door jou in jouw lichaam en dingen kan zien door jouw ogen, je leent je lichaam als het ware. Zo kan je zo aan een attack aan licht voor in, aan maar vier in schreefie door in creatie. Dat Uno de wezens aan scheppen, we zijn enveloppen en mediums voor hem. Hij beleeft en hij ervaart door ons. En if alles maar in orde schreefie, toch? Aan het feit dat Anana het theeshi van trouwen, omdat Uno nou een envelop voor Anana. En dat if Ulop Anana, dat Anana tegen Lucifer zal er altijd blijdschap en vrede in het hele universum en in het koninkrijk zijn. En dan zal Lucifer ook dat in het koninkrijk, via Apoa koninkrijk, de wetten die je maakt, moet je niet met macht en met kracht en als een dictator willen opdringen aan de wezens die je hebt gecreëerd en die je hebt gemaakt. Er moet een mate van vrijheid zijn, want het zijn rationele, denkende wezens. Dus Ananategi Lucifer, dat in zijn koninkrijk, in zijn universa, want Anowa universum noemen we Ananabi, maar in zijn wereld hebben alle wezens een vrije keuze en een vrije wil. De reden waarom Anana, die alle wezens, Libisma, engelen, aartsengelen, cherubijnen, serafijnen, ofanims, alle de libiwezens die Anana scheppen, agi den vrije wil. Die mag kiezen, suma de wandini. Den schreefi, no so Anana. Ja, dus ieder wezen. Ja. Ieder wezen heeft eigenlijk zelf de keuze. Of hij God wil lief hebben, de schepper wil lief hebben boven alles wat er is. En of hij zijn naaste wil behandelen met respect zoals hoe hij zelf behandeld wil worden. Ieder wezen mag daarin zelf kiezen. Anana dacht dat als je iets opdringt, dat het rebellie zou worden. En als je de vrije keuze aan een zelfdenkende wezen geeft, dat daar blijdschap in zou ontstaan en respect. Maar Anana zag ook dat als je wezens vrij laat om zelf te kunnen kiezen, dat er altijd een deel ongehoorzaam zou zijn. Er zou de mogelijkheid dat er ongehoorzaamheid zou ontstaan, is aanwezig in deze vrijheid. En Anana heeft Lucifer ook duidelijk aangegeven dat het resultaat van dit soort van ongehoorzaam zal zijn uitputting van de levensvatbaarheid van al het leven van de schepping. In die schepping. Dus alles zou als het ware uitgeput raken en de levensvatbaarheid zou verminderen. Dan ligt de Ishi. Ze is Sano in Grondapu. Onze planeet. Doordat wij ons niet houden als collectief aan liefde voor onze schepper. En we behandelen onze naasten niet met respect. Sommige mensen hebben niet eens respect voor zichzelf. Wat gebeurt er dan? We buiten elkaar uit. Wij als 12-lo weten er alles van. Het is niet voor niks dat wij kinderen zijn die uit Katibe komen. Omdat als 12-lo niet wij 12-lo zijn aangewezen om deze wereld, deze morele wetten aan te leren, aan te brengen. Maar ook in 12-lo is er een deel ontstaan dat ongehoorzaam is geweest. Waardoor er ook verdeeldheid is ontstaan in 12-lo. We zijn uitgevallen en we zijn in twee koninkrijken uiteindelijk beland. Uiteindelijk hebben zelf onze priesters vloeken en trefels over ons gebracht. Doordat we zijn afgestapt
van alle convenanten. En nog steeds, unda panya panya, unda bruya. Maar nou pas, in Athene isawel libidi, nou, die heer grond tapu da bruya. Twaalf ulo, ala dem tien voor twaalf ulo e firi. Mene tak tak ala blaka man ap twaalf ulo. Want dat ook toen het troe, want lik van ana ala snezi, ook toen in snezi, i ap ome verschillende soorten. Ook toen in blaka buba, i ap verschillende soorten. Dus ana ala blaka buba na twaalf ulo. Zo mij firi e firi. Want die is nou een vier sani. Als doe je niet ideeën na. Ate insa un de nou. Anana bet taken tu. Tak de wandi ay ekari. Na yere yo yere asteng i anana. A lobby fu anana. O bigi gro in you. Yo aple speki gi yu srefi nanga gi yu brada nanga yu sa. Yo biging si unu. Twaalf lolek wan na atsi. Yo wang tak anatsi na panyamoro madak wekona makandra so dat unka abu eige feest day. U eige kalender. Dat unka ab u eige sani. Mat tidena day. Next sa twaalf lo abi terwijl luk amemre bukus de furu na nga wette. Na nga feest day. De furu na nga fadem bikis maf unu bende fos dat unpanya. Fos dat unprati. Fos dat untrefu unsrefi. Fos dat ogri aitek unu. Ala san sa anana tegi 12 lo fuko leer gronta puna sa abe leer den engele ook tukba. Es akena sa 12 lo be abi ben de wan kena san ben de in hemel en sa ala engele be abi de wan di no las de eerste verblijfplaats in hem hemel. De wan di na volg Lucifer di anana skop den kona gronta pu. Want sa libis mana sap en ne besef ma de shi nanga de ai de wan di ai opo ishi tak di dibri da gronta pu. En next sa elibi in grondtapu na wan di dibri moro tap grondtapu. Di dibri de tap grondtapu. En nono de we libi onder een bestuur. Ma anana betaking. Tak ala sambo begin fuga. Telef a planet e fuga fu di dibri. Anof soso we shi. Fisi sa e dede masal. Fouru sa e fadong. Uit hemel. Maar dan is ze in grond tapu. Om een vulkaan nono de. Morgelijk 32 vulkaan de actief in grond tapu. Maar dan is ze. En. Te wan dan is ze in de natuur. Na vaak na den. Met die. Omdat de asintuig ete. Sa unu be api. A instinct de abi. Unu be api intuïtie. Maar unu intuïtie. A geesef unu intuïtie. Aan het demoro, aan het ontwikkeld. Maar voor den. Aan den traschepselen tap grond tapu den meti. Den dieren. Den schrift e vier tak wan sanessa in grond tapu. Wan vulkaan ook toen wan sanessa in Libi. Agees e wan soort atibronde in grond tapu. Tapu agees e wan soort machti de in grond tapu sa e. E dweng unu. Voor dus sanessa unu no wani. Terwijl anana. In a universum in sa onde. Anana pot unu lek vrije wezen zo allemaal op van vrije wil unu mag kiezen. Maar tegen je in grond tapu sa essa no no de. Agers if unu mag. Tak nee tegen son sani sa unu no wan do. Unstien af unu. Unu e bepaal sa essa na unstien. Zelf if wa jeje wan kon in yo stien en je liberein. Ik kan tegen je dat no inaf bar kon am kokom nuani. Ik wou winti wan ko itak no a winti na mag tek justing. Ik kan juna basi fu justing. Juna basi sa ego in justing. De sheshi dat anana alleen Lucifer. Lucifer die na eerst geboren onder engelen. Anana onderwijzen furusani. Dus Lucifer aan een dong. Aan een dong wezen. Lucifer sap furu. Sap aan membre buku. Sap unu. Want Lucifer ben dekba di gado meka fosim mananga fosipa. Gado verteer Lucifer. Om een mysterie. Om een verborgen kennis. Om een principes. Voor bestuur. Voor hemel konder. Voor jeje konder. Nanga voor grond. A grompe unu elibi. Misa un tekis ching.
Lucifer Sapfuru. Maar lek van Lucifer Sapfuru. Gade ook to git wel voor loden zelf de koni. Sa agi Lucifer. En of zo ze unu nebe mag lees om me langa en tak un vergit furu. Toal voelo na de enige sma in grond tapu. Sa moest tekis chimbaka. Zodat den san sa ek is sa in grond tapu dat un kan kenki. Fasani ewaka in grond tapu. As dat toal voelo. Is toal voelo no wiki. Maar omdat me bribi ingado, mi sap tak kado pramis unu. Tak wo wiki. Sterker nog. In abuku. Brasa metaki. Het zijn mijn lees, no, de Final Testament. En dan had ik 3,5 jaar voor dat abo kom. Tani bo sa in grond tapo. Siki bo kom. No, de want takro siki sa ikir furu. Oorlogen bo de, of ibo jere furu rumors of war. Bo mali ook te singa singi dati. Te me luku si jenen me verferi. Want zo is oorlog, no, Afghanistan. Nee, voor ferie. Dat betreft lees me boeken. Vulkanen, aardbevingen. De meluko de seismologische zand op YouTube. Even zie je om een aardbeving de tap grond op. Zelf instaan nou aan wat aardbeving bij de wajaar tento. Maar enige fasie, ze kan zorgen dat de zand die zie. Nee, tekstranang. Maar ja, onder andere nou aan ego om grond op. Maar dat we vasten en dat we beggen. 12 uur lang is 12 uur een week in een sapsauce in grond tapo. Maar abuko die zegt takitak. In het Engels. Fostak garotak tak uno sap a day. Precies wat in Engel kom. Nang a juru anotegu uno. Maar in abuko die zegt. Des mij sorry tak a day nang a juru uno sabi. Maar if I lees boom uit abuko dat kan de ikan sapsot jari ning. En soms maar doe om mijn berekeningen. Tak, onder de fara moren voor het ding. Tak, anana ik moet uit hemel kondre. Zin en boy voor een tweede lees kom baka. Om orde op zaken te gaan stellen. En afiti sa ofiti ofiti. Wat doe afiti tegen. Amang awa abrasa met tak no. Lucifer. Want Lucifer tjakoni. Anana verteren furu. Ange wan missi. Lucifer be ap wan bigi verantwoord toe. Je bent de beschermer voor deze, voor de wetten die zie. En de wetten die zie, hij moest behouden de wetten die zie in ere. Want uiteindelijk naar Lucifer, moest ben jaar akonin aan Asabi, die zie. Go in een heel universum, bij alle den travesens, die anana, bo creëer, nang a bo miki, bo libi. Dus Lucifer tik akonin aan Asabi, die zie. A corrumpering uiteindelijk. En zei de Lucifer kinky voor gedachten die zie. Zei de Lucifer got up one tra. Pat. Ja. Dat behandel ik in de komende keren. Maar Lucifer had een taak. Hij had een grote verantwoordelijkheid. Hij moest beschermer zijn van de wetten. Van de principes van de mysterieën. Hij moest ze in ere houden. En hij moest het gaan leren aan de wezens in al die melkwegstelsels, in al die planeten, in het hele universum, in al die universa. Dat zijn meerdere universumen bij elkaar. Hij moest alles wat geschapen was en wat rationeel kon denken, moest hij deze wetten, hij moet een soort van overdracht doen van kennis. Lucifer belop anana, I am. En die anana schept Lucifer. Hij schept Lucifer als een model van perfectie. Lichtbearer. Kennis. Hij had zoveel kennis. Hij was een prins. Maar hij heeft zijn koninkrijk van zijn vader. Heeft hij niet voldoende weten te... Ja. Heeft hij niet voldoende kunnen waarderen. Hij was niet dankbaar genoeg. Moeten we nu concluderen. Want die dena deel ook in soort grond tapoe libi. Die anana met Lucifer en die anana met Lucifer in taak. Heeft Lucifer trouw, eeuwig trouw en liefde gezworen aan de vader en anana. Hij werd beëdigd in zijn rol.
Hij werd beëdigd in zijn scheppingswerkzaamheden. Die Anana beëdigt Lucifer in een rol. Is onze vader Anana verder gegaan met zijn scheppingswerkzaamheden. Anana is toen heel veel meer engelen gaan scheppen. Verschillende soorten. En al deze, werden verzorgers van de koninkrijken in al die verschillende universa's. Wij kennen ze, wij Surinamers. De schepselen die zien. Sa une shinango ai. Une kaarding. Winti. Zijdewe kaarding winti. Heb ik me altijd afgevraagd. We kaarden bigis ma libingi uno na bakal. Dat we kaarden winti. Omdat u ai ne shiding. Soms de lek na visie in ne shiding. En de bigisma na de bigisma uno na best fa de mus ben karing. Maar enige vast is van de beschrijving na te wang onzichtbare we van spirit sa energie dan ai de na visie en ai beweging dat je vieren lek winti tap is ching. Daarom soms maar etak ook dat te takruye je de na je vier koru. A lucht, a omgeving, a lucht in je omgeving. Ik kom in voor het wordt in beroering gebracht. En dat is wat onze mensen voelden, die wind. En daardoor wisten ze de wind die beloond te ding. De comfort beloond te ding. Maar moro betere ning. Dene ben man gi uno. Dene ben man lip gi uno na baka. Want alles maar ik begrijp na wind, tak na wa sansa inesi ma ade. En ik van Abuku Etakeng, zo zijn verzorgers. Ze zijn uitvoerders. Dina legre, dina furu. Dina wa legre. Una manteer ding. Dus dan is dat ook aan het einde van deel 2. Maar je ziet dat Lucifer, bij Lobanana. En bij mekwa Sweri, die gaat ook altijd abo houden in Auroko die Anana ging. En Abroko in Sweri. Dus dat Jagba we ziet dat. A fos lei, a fos broko fu wan sweri. Na Lucifer tja dat kon. In a kreatie on sa onde. Dan gaan we nu naar... We gaan verder met deel 3 en meteen het laatste deel van 12 lo van vandaag. Anana, zoals ik heb aangegeven, heeft Anana dus nadat hij Lucifer beëdigd heeft, of had... is zij heel veel gaan scheppen. In de hemel is er ook een stad die Jeruzalem heet. En in die stad wonen heel veel blije, dankbare engelen. Die, net zoals een kaforu iedere ochtend kukuleku zegt, zo hebben zij ook lofliederen naar Anana in de hemel. Iedere ochtend zingen ze hem toe. Liefdevol. Anana heeft het universum geschapen rond zijn troon. Dus het universum loontoe rondom het troon voor Anana. En Anana met het universum volgens een blauwprint van de ine idee. Heeft Anana maar mag tak voor Abrawa idee. Want Anana ja, Anana jeje. Terwijl je het donder. Donder nou aan teken dat Anana Euroko. Dondergeluiden. Voor bliksem minasabi. Maar donder. Terwijl je het donder dat wantak. Wangado Euroko. Hij scheppen. Sanipsa. Dondergeluiden. Dat nou aan teken. Anana met ontelbare melkwegstelsel. Sterren, zonnen, planeten. Allemaal hebben ze leven. En al het leven was in die tijd nog vol blijdschap. En likva de planeten voor het zonnestelsel te unu op aarde de, en loontu asom, zo alle den galaxie in het universum en loontu atroon voor Anana.
kan de uno ai de machine dat ete en de wetenschappers voor uno de man berekenen dat ete, maar uno lektual voelo besap dat die, a koni dat ben de nawi mindri. Ook to dat ulasi. En dan ben de soso dat bijna 500 jaar uno be mag lezen. Die uno be mag lezen dat. Je poer den boeken nou wie minder voor den zaden bigis maf uno belip makandra. En dat je poer asma voor alle sansa asma be abi voor de wanatsi. Dat den bakap ching san ma sette a kulturu dat voor. En las ala koni nanga sabi en dat is sananga uno. Dus, ananas mek a heer creatie die ons sap nono de en die we shinanga ai. En die ook de une shinanga wi ai. Maar wansan anana nagi Lucifer en abra dat wat tak trouwiki. Want anana be orwan presi, wan soort van afgrond. Wan soort watra, wan soort dipi watra. De kare wa abis. Wa abis na wa afgrond het verborgen anana. De oor die inschreven. Maar dat wordt dat trouwiki. Dus hiermee zijn we gekomen aan het einde. En vanaf volgende week gaan we verder met Sa'anana Kibri, die Lucifer. Ik ben Makeda, ja.